Gemeente Nijmegen zet last onder dwangsom in om drugshandel op straat tegen te gaan. De eerste boete is inmiddels uitgedeeld. In de aanpak van drugshandel op straat heeft de gemeente Nijmegen momenteel een nieuwe troef, de last onder dwangsom. Dit betekent dat de gemeente iemand de verplichting oplegt om iets wel of juist niet te doen, omdat er anders een boete volgt. Dit doen ze omdat drugsdealen op straat zou zorgen voor overlast en een onveilig gevoel. Wat we tot dusver vaak deden, is dat mensen te horen kregen, je mag gedurende een paar weken niet op die plaats komen. Ja, en dat werkt dan toch maar heel beperkt. Soms bleven ze weg, maar dan kwamen ze toch weer terug. Maar met 5000 euro als dreiging boven je hoofd, denk ik dat ze nog wat meer zullen overwegen om het alsnog te gaan doen. Met andere woorden, juist niet te gaan doen. Het afschrikwekkende effect van de hoogte van de boete is niet het enige voordeel van de dwangsom. Er is nog een voordeel aan een last onder dwangsom. Die neem je ook gewoon mee. Hè? Die is op de persoon gericht. Dus die is niet op een bepaalde plaats gericht. In een huis of in een park of aan een station. Nee, die is in de persoon gericht. Met andere woorden, als je denkt, oh, dan ga ik wel niet meer in het centrum van Nijmegen staan, maar ergens anders. Dan kan ik toch zeggen, als het weer in Nijmegen althans is, ja, maar je had die last onder dwangsom. Het ging om jouw handelen. Dus we hopen dat het die personen wat meer remt. 6 mensen hebben dit jaar de dwangsom al opgelegd gekregen van de burgemeester. Die gaat ook de boete opgelegd krijgen. Die heeft de brief van mij al gehad dat hij 5000 euro moet betalen. Die andere 5 hebben dus zeg maar die waarschuwing gehad, maar daarvoor is niet geconstateerd dat ze alsnog een overtreding zijn gekomen. Nou, laten we hopen dat het ook zo blijft, want dan heeft het middel dus eigenlijk al zijn succes gehad hebben. De burgemeester en de politie werken nauw met elkaar samen om dit probleem aan te pakken. De politie informeert mij erover. We hebben een drugsdealer betrapt en dit zijn de redenen. Want er moet natuurlijk ook goed bekeken worden van, ja, is er nu ook echt sprake geweest van drugsdealen? Is er ook echt sprake van die openbare ordeverstoring? Daar zitten ook wel verschillen tussen. De politie moet hier de goede informatie geven. En op basis daarvan kan ik overwegen om bijvoorbeeld die last onder dwangsom te doen. Maar het kan ook iets anders zijn. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen van, nou, je hebt dat hier nu gedaan, ik wil je nu een maand niet zien. Dus dan krijgt hij bijvoorbeeld een maand een zogeheten gebiedsontzegging. Dan mag iemand in een bepaald gebied niet zien. Per geval is het dus ook anders, zou je kunnen zeggen. En gebaseerd op die informatie neem ik dan ook een besluit. De 5 voetbalclubs in de gemeente Druten hebben steeds meer moeite om hun sportaccommodaties goed te beheren. Sinds de privatisering van 2012 zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk voor de voetbalvelden en de andere accommodaties. Door de hoge materiaal- en bouwkosten, de gestegen energierekening en de meer dan verdubbeling van de OZB-belasting kunnen de clubs nauwelijks nog sparen voor nieuwe investeringen. Dat staat in een informatienota. Naar aanleiding daarvan wil het college van BMW nu onderzoeken hoe de gemeente zou kunnen bijdragen aan het onderhoud van de sportvelden. De crowdfundingsactie voor Kinderboekwinkel Nijmegen is geslaagd. Voor de herinrichting van de winkel is in een maand tijd ruim 65.000 euro opgehaald. Daarmee is het streefbedrag van 60.000 euro gehaald en kan de verbouwing doorgaan. Met het opgehaalde geld kan de winkel grondig opgeknapt worden. Nieuwe inrichting, boekenkasten, nieuwe trap, een extra vloeroppervlakte op de bovenste verdieping. De bedoeling is dat de verbouwing in het voorjaar van 2024 wordt uitgevoerd. NEC speelde zaterdagavond de lastige uitwedstrijd in de Golfsvesten tegen het thuis nog ongeslagen FC Twente. De ploeg van Rogier Meijer moest hopen op een stuntje en dat werd het. NEC kwam zelfs op 1-3 voorsprong met een beauty van een goal door Jury Baas. Toch wisten de Tukkers in de slotfase nog terug te komen tot 3-3. En ben je dan tevreden als trainer met een punt? Een beetje dubbel gevoel natuurlijk. Aan de ene kant denk ik dat we een heel behoorlijke wedstrijd hebben gespeeld tegen een hele goede ploeg. In een uitwedstrijd heb je 3 goals gemaakt. En als je dan voor staat, dan wil je natuurlijk ook die wedstrijd winnen. Dus dat zorgt voor een dubbel gevoel. Uiteindelijk denk ik, als jij vooraf zegt, je pakt een punt bij Twente, waar heel weinig ploegen punten halen, dan zou je daarvoor tekenen. Beschrijf de goal. Hoe ging die goal in jouw beleving? Nou, ik heb hem net voor het eerst teruggezien. En ja, Magnus heeft die bal en ik maak loopacties van buiten naar binnen. En volgens mij had die back het niet helemaal verwacht. Ja, ik neem die bal aan en ik kijk naar beneden en ik kijk omhoog. En de keeper die is eigenlijk al best wel dichtbij. Dus de enige optie wat ik nog had is hem eroverheen te chippen. En dat was goed gelukt. Noah Peters uit Nijmegen is finalist voor de Miss Gelderland verkiezing.
Met haar deelname wil ze laten zien dat ware schoonheid in zelfvertrouwen ligt. Noah wil anderen van haar generatie inspireren dat je niet altijd maar aan de oude schoonheidsnorm hoeft te voldoen. Ja, ik doe mee aan Miss Beauty Gelderland. Eigenlijk vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat je jezelf accepteert zoals je bent. En voor mijn persoonlijke groei vond ik het gewoon heel erg mooi. En dat is eigenlijk de reden waarom ik me heb opgegeven. Ja, ik vind het gewoon mooi om nog sterker te worden als een vrouw zijnde dan ja, hoe sterk ik nu eigenlijk ben. En dat vind ik dan gewoon mooi in het proces om nog door te mogen groeien en achter nog meer dingen van mezelf te komen als vrouw zijnde. Ondanks dat ze streeft voor de kroon, heeft ze ook een ander doel. Ja, natuurlijk wil ik wel heel graag winnen. Maar ik denk gewoon dat het mooi is om achter nog meer dingen voor jezelf te komen. Omdat niemand praat echt over zijn of haar gevoelens. En ik denk dat we dit gewoon iets meer kunnen gaan doen. En ook wat betreft onze lichamen. Het is gewoon, we verschillen allemaal. Dus elk lichaam groeit anders en wordt ook een andere vorm. Dus, en dat is eigenlijk de reden waarom ik mij heb opgegeven. Zelfvertrouwen is er nog niet helemaal, maar ik denk dat niemand dat heeft. Maar ik geniet gewoon echt van de zondagen dat we de trainingsdagen hebben. En elke keer leer je weer opnieuw iets bij. Dus dat pas ik dan ook weer toe in mijn dagelijks leven. En dat vind ik wel heel erg fijn. En mooi ook. De laatste jaren heeft de schoonheidsnorm een andere koers genomen. Vroeger, als je echt kijkt naar 1970, 1980, zag je voornamelijk hele slanke meiden die wonnen of die meededen. En ik denk nu dat het juist heel erg mooi is om ook te laten zien dat de meiden die wat voller zijn, dat dat ook mooi is. Dat die ook een plaats kunnen winnen of mee kunnen doen. En ik denk dat dat wel ook echt het ideale schets heeft gemaakt voor in de misverkiezingwereld. Voor jongeren die worstelen met zelfacceptatie heeft Noah een zekere boodschap. Trek je er niks van aan wat anderen van je vinden. Want ik heb ook heel veel verwijten naar mijn hoofd gekregen dat ik dik was, dat ik lelijk was en dat er nooit iets van me terecht zou komen. Maar look at me now. Dus dat is echt iets wat ik je mee wil geven. Luister daar gewoon niet naar en ga altijd voor het positieve en nooit voor het negatieve. Het duurt misschien nog maanden totdat de vierdaagse feesten weer plaatsvinden in Nijmegen. Maar sommige mensen zijn daar nu al druk mee bezig. Zo zijn Tineke, Leonie en Noortje achter de schermen alvast hun derde week van juli aan het plannen. De dames vormen samen de formatie Alle Kleuren, de officiële tribute band van K3. Hun doel is om de komende zomer op te treden tijdens Roze Woensdag. Gistermiddag leerden ze Nijmegen alvast wat beter kennen door in de binnenstad op te treden. Na afloop brachten ze uiteraard ook nog even een bezoekje aan RN7. Alle Kleuren, de K3 Tribute Band, zegt het eigenlijk al. Wij brengen een ode aan de nostalgie die K3 al jarenlang met zich meebrengt. En wij hebben de eer om daar keer op keer feestjes van neer te zetten. Wij brengen alle oude nummers van K3. Zijn de eerste stappen al gezet om hun vierdaagse droom te verwezenlijken. Mag ik dat? Ja, dat mag. Ja, mag ik dat? Ja. Ga jij nou al iets... Nee, we gaan niks spoilen. Wat gebeurt er hier nou? Nee, maar er zijn wel al gesprekken lopende daarvoor. Voor de vierdaagse. Niet waar! Ja. Dus het zou kunnen dat jullie ook echt gaan zien. Dat die droom uitkomt. Ja, ja. Wij gaan sowieso kijken. Wij zijn erbij. Ja, wij zijn erbij. Misschien mogen we wel backstage. Ah. En als je je een beetje geliefd wil maken in de stad, moet je natuurlijk ook aan verzoekjes doen. Bijvoorbeeld als een nieuwe koffiezaak je vraagt om even een reclamespotje te improviseren. Wij waren buiten aan het optreden. Straatoptreden, ook zodat iedereen ons ziet en zo. En wij werden benaderd door de eigenaar volgens mij ervan. Of de manager in ieder geval. Sorry. Ja. Want jullie liepen daar gewoon langs en toen was het, hey, jullie zien er hetzelfde uit. Want jullie waren aan het optreden. Ja, wij waren aan het optreden. Iemand, ja, en toen kwam hij op ons afgelopen en toen zei hij, eigenlijk zou het misschien wel heel erg leuk zijn als jullie Anne en Max kunnen verwerken in een K3 liedje. Want wij waren allemaal K3 liedjes natuurlijk aan het doen. Wat een leuk idee. En toen dachten wij, nou, dat kunnen wij wel. Hey, Anne en Max. Anne en
Zo te zien gaat de Vierdaagse wel goed komen. De hele uitzending over het bezoek van alle kleuren aan Nijmegen is terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Na een regenachtige dag krijgen we vanavond vooral met een stevige wind te maken, waar het KNMI ook code geel voor heeft afgegeven. Morgenochtend beginnen we met een beetje van alles. Er zijn droge periodes, soms valt er ook een bui, er is ook nog veel wind. In de middag neemt de hoeveelheid buien ook verder toe, waarna we in de avond wel weer wat rustiger weer krijgen. Temperatuur morgen komt uit op zo'n 13 graden. Dagen na blijft het wisselvallig met af en toe wat zon en zo nu en dan ook een bui. Woensdag is het wat natter, donderdag wat vaker droog. Kortom, wisselvallig herfweer waarbij je de paraplu maar beter achter de hand kan houden. En tot zover het NRC TV regennieuws van maandag 13 november. Volg het laatste nieuws altijd op onze website. Dat kan via rn7.nl en via onze app. En we zijn er natuurlijk morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!